Dit is waar de meeste Nederlanders aan denken als ze de naam Bols horen. Maar Huub van Doorne dacht iets heel anders. Toen ik aan het begin stond van het proces om Lucas Bols terug te brengen naar Nederland, werd mij door vele partijen gezegd dat het heel moeilijk zou worden. Mijn standaard antwoord was altijd: ik weet dat het moeilijk is, maar het gaat wel gebeuren. Want Van Doorne zag iets in de merken dat anderen niet zagen. Bols is echt een internationaal merk dat maar liefst in 110 landen verkrijgbaar is. Maar het was ook een merk dat ondergewaardeerd werd en ook onvoldoende marketingondersteuning kreeg. Ondergewaardeerd door de toenmalige eigenaar. En daarom wilde Van Doorne Bols kopen van de Fransen. Daarvoor zocht hij financiële steun. Normaal gesproken kijken we naar een onderneming en met behulp van consultants en misschien van een accountant proberen we een beeld te vormen van het cashflow genererend vermogen van een onderneming. Maar dat lag hier anders. Want Huub die kwam naar ons toe met een visie en met een businessplan. En met dat businessplan moesten we het doen. Het mooie van Rabo was dat zij ook echt verstand hadden van de industrie waar we werkzaam in zijn. Zij hadden ook de intentie en echt de, laten we zeggen, de motivatie om de financiering mogelijk te maken. Het potentieel van Bols zat volgens Van Doorne in de merken en in de ontwikkeling van producten. Hier bij Lucas Bols staat het merk Bols voor het eerst sinds jaren weer centraal. Vanaf april 2006, bij het begin en bij de start van Lucas Bols, zijn we teruggegaan naar Amsterdam. Hier hebben we gecreëerd de House of Bols Cocktail and Geneva Experience. Dat wil zeggen, het is open voor het publiek om de mooie historie van Bols te ervaren. En tevens hebben we de Bols Bartending Academy, waar wij bartenders opleiden tot professionele artiesten die fantastische cocktails kunnen maken op basis van jeneverwijn. Nu staat het er allemaal aan de Paulus Potterstraat in Amsterdam. Maar toen Van Doorne met de bank aan het praten was, bestond het alleen nog maar in zijn hoofd. Gelukkig hebben we elkaar wel leren kennen, want het was een lastig proces. Het losweken van de merken uit de Franse handen was geen sinecure. Gelukkig hebben we in dat proces onze sectorkennis optimaal kunnen inzetten. Onze kennis van de markten, onze kennis van de drankensector. En in die optelsom zijn we tot een prachtige transactie gekomen, waarin ook de markt ons alle gelijk heeft gegeven. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk was, integendeel. Maar het was mooi dat we na 6 maanden met elkaar intensief gewerkt hebben, op 11 april 2006 eigenlijk de droom uitkwam om Lucas Bols terug te brengen naar Amsterdam, waar het in 1575 allemaal is begonnen.